Laten we snel beginnen. Mijn naam is Sander Mak, ik werk voor Luminous Technologies. Luminous Technologies houdt zich bezig met onder andere ontwikkeling van open source tech die Amdata genaamd is. Daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het wel hebben over data science en dan met name over wat is het en hoe kun je dat doen met R. R is namelijk een open source statistische taal die heel veel gebruikt wordt in de data science hoeken. En statistische taal, dan krijg ik af en toe funny looks van mensen die denken van, is dat dan een taal die 70% van de tijd tegen je liegt? Nou, dat is niet het geval. Je zult zien dat het meer een taal is die gebundeld komt met heel veel handige features en mogelijkheden om statistische dingen te doen. Een beetje de achtergrond van dit verhaal. Als je kijkt naar applicaties die over het algemeen in de enterprise wereld gebouwd worden, dan zijn die best wel saai. Ik bedoel, dat kunnen we allemaal best wel eerlijk als developers onder elkaar zeggen. We slaan een beetje data op. We hebben wat van die businessregels die toegepast moeten worden. Nou, dat lukt ons allemaal wel. Maar waar die mensen thuis mee werken, daar hebben ze Facebook, ze hebben Google. Ze hebben allerlei applicaties van de grote internetgiganten, waarin veel spannendere dingen gebeuren dan wat er in die enterprise applicaties gebeurt. Denk aan de algoritmische feed van Facebook, die voor jou bepaalt wat relevant is. De nieuwe inbox van Google, die voor jou prioriseert waar je het eerst naar moet gaan kijken. Denk aan de recommendations van Amazon, die jou probeert te verleiden om meer te kopen door hele slimme aanbevelingen te doen. Dat zijn allemaal elementen die niet zomaar in je applicatie verschijnen. Dat kan ik je wel vertellen. Het eerste wat je dan doet als rechtgeaard developer, in ieder geval zo zit ik in elkaar, is te denken van nou, daar moeten toch libraries voor zijn. Hè? Dat is een opgelost probleem. En tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Er zijn zeker libraries waarmee je dit soort dingen die ik net genoemd heb, kunt doen. De ellende is alleen, om die libraries te gebruiken, moet je wel een beetje snappen wat er nou eigenlijk gebeurt in die libraries. En dat is het vakgebied wat de laatste jaren onder de naam data science bekend is komen te staan. En daar willen we het over gaan hebben. Nou, korte agenda. We gaan het hebben over data science zelf. Dus wat zit er nou eigenlijk achter die term? Hè? Waar moet je nou aan denken? Dan wil ik een korte taalintroductie doen van R. En dat doen we eerst door eventjes te contrasteren met Java. Want ik ga ervan uit dat er veel Java developers in deze zaal zijn. En mocht dat niet zo zijn, dan leer je er hopelijk ook nog iets van. Door te kijken, wat zijn nou de verschillen? Ik zal er ook wat demotjes bij geven om een gevoel te geven van ja, hoe kun je nou bezig gaan in zo'n omgeving die gericht is op data science. Nou, uiteindelijk willen we natuurlijk dit soort dingen ook gaan toepassen in onze eigen applicaties. En dan zullen we iets moeten gaan integreren met, in ons geval, Java. En daar zijn ook weer verschillende opties voor. Dus daar gaan we aan het eind van dit praatje naar kijken. Een onderzoek wat ik een poosje terug zag, stond een hele mooie statistiek in. Dat is deze. Namelijk 90% van de data die er is op de wereld, is in de laatste 2 jaar geproduceerd. Nou, dit onderzoek is alweer 2 jaar oud, dus wie weet wat het percentage nu is. Maar het geeft in ieder geval aan dat we met elkaar, met z'n allen, heel wat data genereren. En dat gebeurt deels in die saaie applicaties waar ik het net over had. Maar dat gebeurt ook deels bij die applicaties van de internetgiganten. Hè? Alle clickstreams en alles wordt bijgehouden. Dus er is gewoon heel veel data. En dan willen we meer dan alleen maar create, read, update, delete. Je wilt op de een of andere manier ook inzicht krijgen in van wat is die data nou? Dus dat is natuurlijk niets nieuws. We hebben bijvoorbeeld business intelligence is al heel lang onder ons. En daar zeggen ze van ja, die data, dat is geen informatie, dat is data. Van data wil je naar informatie, naar zinnige data komen. En van die informatie wil je naar inzicht komen. Je wilt beslissingen kunnen nemen, je wilt iets doen op basis van aggregaties in die data. In ieder geval, je wilt informatie verrijken tot inzicht. En die laatste stap die hieronder staat, van inzicht naar vooruitzicht, naar voorspellende waarden, dat is er eentje die nu ook in opkomst is. Waarbij we zeggen van, we willen niet alleen inzicht uit die bestaande data halen, maar we willen ook dingen kunnen voorspellen over wat er gaat gebeuren met ons systeem, binnen ons systeem, voor die gebruiker. Wat relevant is voor hem of haar in de toekomst. Dus je wilt van insight naar foresight en hopelijk iets slimmer dan de meneer die dit bordje gemaakt heeft. Dus kunnen we onze blik gaan werpen op data science. En data science op zich, ja, het klinkt duur. Aan de andere kant is het ook een beetje een fluffy term. Er valt heel veel onder. En je kunt je afvragen van ja, waar heeft het nou mee te maken? Heeft het te maken met data? Ja, absoluut. Het heeft heel veel te maken met data. Het begint met data. Aan de andere kant heeft het iets te maken met science, met wetenschap.
Nou, dat vind ik al een betere vraag. Dat hangt er heel erg vanaf welk onderdeel van data science je bekijkt. Maar een aardige vergelijking die ik altijd daarbij wel vind, is dat data science in dat opzicht niet echt een wetenschap is. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe de sociale wetenschappen omgaan met statistiek, dan begint het met een hypothese, met een vraag. En je gaat er als onderzoeker, ga je daar data bij zoeken. Je gaat een experiment ontwerpen, je gaat data verzamelen. En dan ga je kijken, klopt mijn hypothese? Heb ik iets bedacht wat inderdaad gestaafd wordt door de werkelijkheid? Terwijl in data science, als je het hebt over die Googles en die Facebooks en noem maar op, die hebben eigenlijk iets van, ja, we hebben eigenlijk wel een hele grote bak data. Die hebben we verzameld. Wat kunnen we daar eens voor leuke dingen mee gaan doen? Dat is een hele andere blik. Beide worden toegepast in het veld, maar vooral die laatste. Ik heb data en nu wil ik er iets leuks mee gaan doen. Nu wil ik er inzicht uit halen, dingen uit gaan voorspellen. Dat is een hele andere manier van werken met die data en ja, heeft niet zo heel veel wetenschappelijks. Wat niet wil zeggen dat je onder de noemer data science ook geen experimenten kunt doen en dingen kunt gaan uitproberen en hypotheses kunt hebben. Maar ja, van beide gebeurt onder de noemer data science. Nou, als we nou kijken naar de soort van skills die komen kijken bij een data scientist. Dan is het eigenlijk een combinatie van een aantal heel aardige gebieden. Waar ik denk dat wij allemaal ons wel identificeren met de hacking skills. Hè. Dus een stukje software development, daar zijn we allemaal wel goed in. Aan de andere kant heb je ook mensen in het veld die veel meer de benadering zoeken vanuit de wiskundige kant, de statistiek kant. En op die manier met data bezig gaan. En als die twee samenkomen, dan krijg je eigenlijk een heel interessant fenomeen. Namelijk dat je met die wiskundige inzichten, met die statistische inzichten, algoritmes kunt maken waarmee je vanuit data dingen kunt leren. Modellen kunt leren. Modellen die voorspellende waarde hebben. Modellen die je kunt gebruiken om inzicht te halen uit je data. Nou, dat is het vakgebied machine learning. Dus als je die hacking skills en die maths en statistics bij elkaar neemt, dan zit je een beetje op dat gebied. Aan de andere kant heb je ook mensen rondlopen die natuurlijk enorm veel weten van een domein. En nou wil het geval dat het soms ook best wel handig kan zijn bij het analyseren van data om kennis te hebben van het domein. Als je in de financiële wereld over data praat, dan heb je het over een heel ander soort data dan als je het hebt over medische data. Of wanneer je het hebt over educatieve data. Het wordt pas echt gevaarlijk als de mensen zijn met dat domeininzicht en die domeinkennis. En die af en toe ook wel eens een scriptje kunnen maken. We kennen ze allemaal wel. Dus als die hacking skills en die domein expertise bij elkaar komen, dan ontstaat er een soort een vorm van overmoedigheid. Waarbij mensen denken van ik los dit probleem wel eventjes op. Nou, dat is niet wat je wil. Aan de andere kant, als je kijkt naar de combinatie van domeinexpertise met die wiskundige en statistische inzichten, dan kom je op een veel traditioneler vakgebied terecht, wat ook wel onder operations research wordt genoemd. En heel veel bedrijven die doen daar al aan. Het aardige is dus, als je dit allemaal bij elkaar brengt, deze skills, dat is eigenlijk waar het over gaat als je het hebt over data science. Dus je kunt zowel algoritmes begrijpen waarmee je data analyseert, als wel een stukje inzicht hebben in het domein waarin je opereert. Maar je kunt ook dat operationeel maken door middel van software. Door het gebruik van libraries of zelf algoritmes schrijven. Nou, dat is een beetje wat een data scientist zou moeten zijn. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die echt perfect in het midden zitten. Maar het is absoluut een mooie positie om in te zijn. Iemand heeft het ook wel zo gezegd, een data scientist is iemand die beter is in statistiek dan welke software engineer dan ook. En beter in software engineering dan welke statisticus dan ook. Dus ja, je merkt het zit gewoon heel erg dicht tegen elkaar aan. En als je bezig wilt gaan met data science, met recommendations, met voorspellende modellen, ja, dan zul je ook die statistiek en die wiskunde die erbij hoort in moeten duiken. Nou, dat is niet het enige. Uiteraard redelijk onleesbaar, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat als je kijkt naar het vakgebied data science, ja, dan is het gewoon heel breed. Dat gaat echt van skills die je nodig hebt om data te verzamelen, op te schonen, data binnen je analyses te brengen, als ook skills om, wat ik al zei, algoritmes te kennen, te begrijpen, toe te kunnen passen. Nou, zoek het eens op. Het is een soort van tube map van skills die je als data scientist nodig hebt. Waar we vandaag op focussen is een heel, heel klein stukje. Dat is namelijk een stukje toolbox die je kunt gebruiken. En we gaan kijken naar R en ook RStudio, de bijbehorende IDE, die je kunt gebruiken om R-code te schrijven.
Maar dit geeft alleen al even aan van data scientist kan ook heel veel dingen betekenen. Over het algemeen hoop ik dat het voor die persoon betekent dat je een heel klein beetje van al dat soort vakgebieden weet. Zodat je zowel vanuit de ingestiekant, dus het verzamelen van de goede data, het opschonen van de data, tot en met het modelleren, analyseren en ook het communiceren van je resultaten, dat je er allemaal net een stukje van een skill van meepakt om op die manier als een soort allround data scientist aan de slag te kunnen. Nou, genoeg introductie over data science zelf. Laten we eens gaan kijken hoe R eruit ziet als taal. En ik kan je vertellen, als je Java gewend bent of als je C-sharp gewend bent, dan ligt het best wel uit je comfortzone, denk ik. En dat is niet omdat het even goed is, maar anders. Maar dat heeft ook mee te maken dat het een taal is die ergens in de jaren 80 organisch ontstaan is. En eigenlijk zonder enige vorm van centraal geleide architectuur gegroeid is tot wat het nu is. In ieder geval, dat is het gevoel wat ik erbij heb. En als je naar de community kijkt, dan klopt dat ook wel redelijk. Dat staat natuurlijk in schril contrast met hoe wij als Javanen of .NET'ers een taal hebben die eigenlijk vanaf het begin gericht is op begrijpbaarheid, waar een platformarchitect is, een language architect is, die zorgt dat alle toevoegingen aan die taal op een nette manier gebeuren. En nou ja, daar kun je af en toe over discussiëren, maar dat hebben ze best wel netjes gedaan bij Oracle. Nou, R is duidelijk geschreven door statistici. En totdat dat mythische figuur daar in het midden is ontdekt, die zowel heel goed is in language design als in statistiek, is het denk ik het beste wat we nu kunnen doen. Een aantal alternatieven zijn er ook wel. Je ziet dat heel veel mensen ook naar Python toe gaan met een aantal libraries daarbij om dit soort dingen te doen. Een andere taal die in opkomst is Julia. Maar precies wat ik zeg, hij is in opkomst, hij wordt nog ontwikkeld. Dus daar komt misschien wel wat anders, maar voorlopig is dit wel de taal die het meest gebruikt wordt voor dit soort analyses. Dus ja, weer zo'n mooie quote. Hè. Het beste van R is dat het ontwikkeld is door statistici. En het slechtste van R is dat het ontwikkeld is door statistici. Dus aan de ene kant is het heel mooi dat het domein zo goed afgedekt wordt. Aan de andere kant, als je er naar kijkt als taal, dan zitten er zoveel puisten en dingen aan dat je er eigenlijk niet echt vrolijk van wordt als programmeur. Nou, waarom zou je het dan wel gebruiken? Wat je ziet is dat het de de facto standaard is als je het hebt over statistische onderzoek. Dus ieder paper wat gepubliceerd wordt, waarin nieuwe algoritmes worden getest en uitgewerkt, daar zit vaak R-code bij. Dus dat betekent dat je best wel cutting-edge dingen kunt gebruiken. Dat je daar ook zelf weinig moeite voor hoeft te doen, want het wordt je aangereikt. Het is ook een open source taal. En het is eigenlijk ontstaan als een reactie op een closed source taal die min of meer hetzelfde kan, met de naam S. Ja, ze zijn heel origineel daar. En ergens in de jaren 80 is toen de open source variant van R ontstaan. Het is wel een GPL license, dus hou er rekening mee als je er dingen echt van gaat linken en dergelijke. Dat is niet heel fijn voor je applicatie. Maar meer dan dat, het is niet alleen een programmeertaal. Het is ook echt een interactieve omgeving waarin je met je data bezig kunt gaan. En dat is natuurlijk heel anders dan een taal als Java of .NET, waar je in een soort van compiled variant zit en waar je op een andere manier bezig bent. Een andere leuke karakterisering is dat het eigenlijk een soort van domain-specific language is die zich voordoet als een general purpose language. Dus ja, je zou een HTTP-server kunnen gaan schrijven in R, maar nee, dat wil je niet. Er zijn ook redenen om het niet te gebruiken. Het is namelijk traag. Het is een geïnterpreteerde taal. Je ziet ook dat het memory bound is. Dus dat wil zeggen, de datasets die je analyseert, die moeten in je huidige RAM passen. En dat zijn best wel serieuze beperkingen natuurlijk, hè, als je het hebt over productiescenario's. Daar gaan we het later nog over hebben. Maar dit is wel een van de grote kritiekpunten op R als omgeving en als taal. En nou ja, goed, klein puntje, hè? Als je probeert te googlen op dingen rondom R, dan is dat best lastig, kan ik je vertellen. Dus die naam hadden ze best wel beter mogen kiezen, maar so be it. En ja, zei ik al, het is een taal die echt wel wat rare dingen in zich heeft. Helemaal als je gewoon een reguliere taal zoals Java gewend bent. En om dat nog even te onderstrepen, en als je geïnteresseerd bent in dit soort dingen, dan zou ik eens kunnen kijken naar het boek The R Inferno, heet dat. Dat is een gratis pdf. En die begint met If you are using R and you think you're in hell, this is a map for you. Nou, daar staan dus al die rare afwijkingen en rare edge cases staan daarin beschreven. Nou,
Stel je wil bezig gaan met R, wat doe je dan? Dan ga je naar de R Language website toe, als je het tenminste gevonden krijgt via Google. Zie je deze prachtige 1990 website. Dus blijkbaar zijn statistici en geen taalontwerpers en geen echte ontwerpers. Maar anyway, je hoeft hier maar één keertje te komen. Je downloadt het en je kunt bezig gaan. En wat je dan krijgt, en dat zal ik even laten zien aan de hand van de vergelijking tussen R en Java, is een interactieve prompt, dus een REPL, read, eval, print, loop. En daar kun je eigenlijk direct in bezig gaan, als je tenminste een beetje R kent. Nou, wat zijn nou de grote verschillen tussen R en Java? Java zelf is natuurlijk een objectgeoriënteerde taal, weten we allemaal. Maar je kunt je afvragen van wat is R nou eigenlijk voor taal? Nou, daar is niet één antwoord op te geven. Je kunt het namelijk op heel veel verschillende manieren gebruiken. Je kunt het als een functionele taal gebruiken, waarbij het niet ideaal is, maar het kan wel. Je kunt er objectoriëntatie in doen. Ze hebben zelfs 2, of volgens mij zelfs wel 3 verschillende soorten objectsystemen, die ook allemaal net weer niet helemaal lekker met elkaar samenwerken. Dus je kunt het ook als OO-taal gebruiken. Over het algemeen gebeurt dat niet veel hoor. En is dit dat meer in het library design dan dat je het zelf in je eigen code OO gebruikt. En je kunt zelfs gewoon lekker beginnen en lekker procedureel bezig zijn. En dat kan allemaal. Zoals ik al zei, het is een dynamische taal, dus on the fly geëvalueerd. Java staat daar natuurlijk haaks op, is compiled en heeft voordelen, heeft nadelen. Maar in zo'n interactieve dataomgeving als R is het best wel lekker om zo'n online read, eval, print loop te hebben. Het is ook dynamisch getypeerd, dus er zijn wel types in R, maar je hoeft ze niet expliciet te benoemen. En er kan af en toe runtime wel eens iets fout gaan als je niet helemaal goed oplet. Nou, dat is ook wel anders in Java. Daar slaat de compiler je om de oren met errors op het moment dat je fouten maakt. Als je kijkt naar datatypes, de usual suspects, dus in Java hebben we een string, in R hebben we het dan over een character. In Java hebben we integer, double, etc. In R heb je een numeric type. Een andere aardige is dat ze wel native support voor een soort van enums hebben. Zij noemen dat vector. En dat is iets anders dan een vector. De lijst, die zit er ook in, overigens. En zo'n vector is eigenlijk meer gebaseerd op als je een dataset hebt. En je hebt daar bijvoorbeeld een enquête gedaan. En je vraagt naar geslacht. Ja, dan kun je man-vrouw als string doen. Maar je kunt het ook als echt vectors in R hebben. En dan wordt er een soort van numerieke waarde aangekoppeld. En kun je dat linken zonder dat je iedere keer naar stringetjes terug hoeft te redeneren. Daarnaast zit er ook native support in voor vectors. Dat zijn lijsten van dingen met dezelfde type. Je hebt lists. Dat zijn lijsten van dingen met potentieel een verschillend type. En je hebt dataframes, native in R. En dataframes zijn eigenlijk de soort relationele tabellen zoals wij die kennen. Dus je hebt kolommen met een bepaald type en een naam. En daar zitten waardes in. Nou, dat hebben we natuurlijk in Java niet native, dat soort dingen. Maar dat kun je natuurlijk, omdat het een OO-taal is, prima bouwen. En dingen als vectors en lists zitten in standard library. Dus het komt allemaal in dat opzicht wel redelijk overheen. Nou, het is natuurlijk een hele fijn als programmeur zijnde. Hè? Het eeuwige debat van zero-based of one-based indexing. Nou, historisch gezien heeft R altijd one-based indexing gehad, dus dat zal ook zo blijven. Dat schijnt ermee te maken te hebben dat blijkbaar statistici altijd redeneren met datasets die beginnen met rij 1 tot en met rij n. Hoe het ook zij, dit is er eentje die je best wel af en toe tegenkomt als je bezig gaat met R. En die off-by-one errors, die moet je dan maar voor lief nemen en oplossen. Aan de andere kant, omdat het ook een functionele taal is, heb je wel mogelijkheden om dingen gewoon over containers heen te doen zonder dat je hoeft druk te maken over indices. Terwijl in Java, totdat we lambda's hadden en streams, deden we dat eigenlijk natuurlijk meer met for loops. Dus dan moest je iets meer druk maken over die indexing. Het ecosysteem eromheen. Als Java-developers zijn we best wel verwend met drie best aardige IDE's waar je tussen kunt kiezen. Iedereen heeft zijn eigen smaak, maar keuze is goed. R daarentegen heeft, voor zover ik weet in ieder geval, eigenlijk één IDE die open source is en wijd gebruikt wordt. Dat is RStudio. Daar zullen we zo meteen ook even naar gaan kijken. En RStudio zelf, zoals ik al zei, het is vrij beschikbaar. Maar het haalt het niet bij wat je krijgt in de Java-wereld aan tooling. Is dat erg?
Nou, hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd je erin besteedt. En nou, we zullen het nog over gaan hebben wat nou eigenlijk de positionering van R zou moeten zijn in mijn optiek. Ik denk niet dat het iets is waar je volledige productiecodebase in gaat doen. Maar veel meer een soort van exploratieve omgeving. En in dat opzicht ja, kom je misschien met iets minder goede tooling ook wel weg. Wat ze wel hebben is een tegenhanger van wat wij bijvoorbeeld met Maven hebben. Hè? Dus onze gecentraliseerde repository met libraries. R heeft het Comprehensive R Archive Network. En nou, daar zitten zo'n 6.500 libraries in. Die over het algemeen allemaal gericht zijn op ja, data science en statistische toepassingen. En 6.500, dat klinkt misschien als heel weinig in verhouding met wat er in Maven zit, maar het zijn allemaal best wel hoge kwaliteit packages. En ja, voor de meeste datataken die je kunt verzinnen, zit daar gewoon een library in die je kunt gebruiken. En dat integreert ook heel aardig met RStudio, gewoon direct downloaden en gebruiken. Dus ik ben al een poosje aan het praten geweest. Ik denk dat het ook wel eens aardig is om wat code te gaan bekijken in R. En ik wil daar voor omschakelen naar mijn RStudio omgeving. Die hier open staat. Wat je ziet is dat we een user interface hebben met vier elementen. Eén daarvan is de console met die interactieve REPL. Daar ga ik zo meteen wat dingetjes op laten zien. Je hebt ook een source tabje waar we source code kunnen vastleggen. Daar komen we zo meteen ook nog langs. En deze is misschien ja, wat onbekender. Dit is namelijk de environment. En we zullen zo meteen ook zien dat als wij dingen gaan doen en variabelen gaan aanmaken, dat het allemaal in een environment terechtkomt. En dit is ook iets wat je zou kunnen delen met andere mensen. Je kunt je environment serialiseren en opsturen naar je collega en zeggen van, hey, ga hier eens mee verder. Nou, of dat nou een goed ding is of niet, er staat al global environment, dat klinkt al een beetje, daar kun je over twijfelen, maar de feature is er. En dat maakt het ook eigenlijk dat R niet echt alleen maar een programmeertaal is, maar ook een interactieve omgeving waar gewoon ook state in zit. Ik heb het ook wel eens door mensen horen benoemen als een soort van headless Excel waar je tegenaan praat, waar dan RStudio dan weer een IDE bovenop is. Nou, zo zou je er een beetje tegenaan kunnen kijken. Oké, nou, wat is het eerste wat we gaan doen in een nieuwe programmeertaal? Dat is vrij simpel. We gaan voor de Hello World uiteraard. En wat ik terugkrijg is die expressie weer geprint. Je ziet alleen een eentje ervoor staan. Dus je denkt, wat is er aan de hand? Nou, laten we eens iets anders proberen. Ik ga de expressie 2 evalueren en ik zie weer dat eentje ervoor staan. Dus er is blijkbaar iets wat ervoor zorgt dat er een soort van index voor geprint wordt. En de reden is dat R eigenlijk geen scalaire waarde kent, dus geen enkele waarde. Alles is een vector. Dus ook deze enkele string, als ik die evalueer, wordt het geëvalueerd naar een vector met een string erin van lengte 1. En als je dat zo print, dan krijg je dat op deze manier te zien. Ik kan ook zelf expliciet zo'n vector maken. En dat doen we met de C-functie van concatenate. Als ik bijvoorbeeld zeg 1, 2, 3, dan zie je ook dat die vector terugkomt met index 1 ervoor. Want we beginnen met index 1, zoals ik al zei. En de waardes 1, 2, 3 daarachter. Hoe gaat het dan als ik een hele lange lijst heb? Nou ja, dan krijg ik gewoon de output en dan op iedere regel zie ik de index van het eerste element in die vector. Dus dat is wat je hier ziet in die output. Nou, als ik dan constateer dat alles een vector is, dan wil ik daar misschien toch af en toe ook wel elementen uithalen. En dat kan. Dus als ik bijvoorbeeld de vector 2, 3, 4 heb en ik wil daar het eerste element uithalen, dan doe ik niet 0, maar dan doe ik 1. Let op. En dan krijg ik inderdaad 2 terug, wat op zich ook weer een vector is van lengte 1, want alles is een vector in R. Om dat te illustreren, kan ik ook laten zien dat deze 1, deze index, is dus eigenlijk ook niet één enkele waarde, maar is ook een lijst. Dus ik zou hier ook een vector van kunnen maken en dat geeft mij hetzelfde resultaat. Ik zou zelfs kunnen zeggen, ik wil de eerste en de tweede element hebben. En dan krijg ik inderdaad die 2 en die 3 terug. Dus wat je ziet is dat dingen die je normaal gesproken enkelwaardig zou gebruiken in normale programmeertalen, kan in R kan het ook meerwaardig gedaan worden. Het gaat zelfs zover dat als ik bijvoorbeeld hier een min voor zet, dan betekent dat die min toegepast wordt op alle elementen van deze vector. Dus dat wordt min 1 en min 2. En op het moment dat ik dat als index meegeef, index expressie meegeef hier op deze vector, dan betekent dat ik alles krijg behalve de dingen op index 1 en 2.
En jawel, ik krijg inderdaad alleen element 4 terug. Dus dit zijn best wel dingen die anders zijn dan je in veel talen gewend bent. Maar uiteindelijk wel handig. Variabelen kun je ook maken. Je hoeft ze niet te declareren. Je kunt direct een toewijzing doen aan een variabele en zeggen van oké, deze variabele heeft een vector met 1, 2, 3. En hier zie je dan ook direct dat die variabele ook in je environment terechtkomt. Dus op die manier kun je ook interactief dingen opbouwen en weer terug refereren aan eerdere dingen die je gedaan hebt in je R-sessie. Je kunt je afvragen, oké, wat betekent het nou voor operators en functies dat alles dus een vector is? Nou, in R betekent het dat dus ook de operators die je tot beschikking hebt en vaak ook functies die in de standard library zitten, dat die dus ook werken op vectors. Dus als ik een vector bij een vector optel, dan zal die inderdaad gewoon pairwise die dingen bij elkaar optellen. En het aardige is dat onder water, dat als je hier met grote vectoren of je kunt ook matrices maken, als je dat gaat doen, dan gaat hij wel doorcallen naar native code, omdat met een volgens mij zelfs een Fortran library vrij rap te doen. Dus daar zitten wel wat optimalisaties dat niet alles in de evaluator gebeurt. Maar ten principale zijn alle operaties in R toepasbaar op vectors. Wat je dus ook zou kunnen doen, is zeggen van ik pak die vector en ik tel er 1 bij op. Wat dus eigenlijk hetzelfde is als ze zeggen van ik tel daar een vector met element 1 van op. En dat zou natuurlijk, als het een wiskundige vector is, niet direct een handige operatie zijn. Maar wat R doet, is hij recycelt gewoon die vector net zolang tot hij aan het einde is van de andere vector. Dus ik kan hier ook zeggen, ik tel de vector 1, 2 erbij op. Maar dan krijg ik wel gelukkig een waarschuwing van ja, misschien was het niet helemaal wat je bedoelde, hè? Want die lengtes die matchen niet helemaal op elkaar. Maar als die gewoon netjes iedere keer kan recyclen en het geheel uitkomt, dan werkt het wel. En dus misschien niet helemaal wat je verwacht, maar zo werken vectors in R. Nou, ik heb al gezegd, het is een statistische taal. Dus dat betekent dat er ook in de core gewoon al statistische operaties zitten. Ik begin met een niet zo heel spannende, bijvoorbeeld het gemiddelde berekenen van een lijst van 1 tot 10. Nou, dat werkt gelukkig. Je kunt ook vragen om de standaarddeviatie in een lijst, die dan uitgaat van een normaalverdeling met een gemiddelde 0 en sigma 1. En zo zijn er nog veel meer dingen die ingebouwd zijn. Waar je ook tegenaan zult lopen, is dat je in R ook een soort van nul equivalent hebt. Maar ze noemen het NA, not applicable. Dat betekent, er had een datapunt moeten zijn, maar het is er niet. Ik weet het niet. Dus wat je kunt doen, is in je gemiddelde bijvoorbeeld een vector stoppen met ik heb een observatie van 1, 2, 3 en het vierde punt was onbekend. Nou, wat hij dan standaard zal doen, is dat hij zegt van ja, dan kan ik het gemiddelde ook niet berekenen. Dat is leuk, maar als je het niet weet, dan stop ik. Zeg je nou van ik wil het gemiddelde weten van alle observaties in mijn dataset die wel bekend zijn. Nou, dat kan ook. Dan moet je een extra parameter meegeven aan het gemiddelde. En die parameter die kun je overigens by name toevoegen. Dus je kunt namen ook van de parameters in de functie aanroep meegeven. Wat op zich heel handig is qua leesbaarheid. En ik zeg van oké, gooi al die NA's maar weg en bereken dan maar het gemiddelde. En dan krijg ik inderdaad weer wat ik zou verwachten. Nou, zo zitten er nog heel wat zaken in. Je kunt bijvoorbeeld vragen om 10 random variables volgens een normaalverdeling. En weer die standaard normaalverdeling waar ik het over had, maar die kun je ook parameteriseren natuurlijk. Maar er zitten ook veel spannendere random verdelingen in. Bijvoorbeeld de Poisson-distributie, waarbij je zegt ik wil 10 waardes hebben. En die heeft ook een parameter nodig. Dat is namelijk de frequentie of de run rate van die verdeling. En dan krijg je random variabelen terug die integer counts zijn. En een Poisson distributie gebruik je over het algemeen voor dingen die positief gehele getallen zijn. Dus hoeveel mailtjes krijg ik per dag binnen. Of hoeveel, allemaal dat soort dingen. Dus dat zit ook allemaal ingebouwd. Maar ja, je moet het wel weten. Je moet wel weten dat zo'n distributie bestaat om hem te kunnen gebruiken. Er zitten ook een aantal ingebouwde datasets in om lekker te spelen. Een hele eenvoudige is bijvoorbeeld de lettersdataset, alle letters van het alfabet. En wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen is zeggen van ik wil een random sample hebben van die lettersdataset.
En ik wil bijvoorbeeld vier random letters hebben. En dan doe ik het nog een keer en dan krijg ik andere. Soms wil je dingen natuurlijk ook herhaalbaar maken. Dus je kunt, net als dat je in Java de random kunt seeden met een eigen value, kun je hier ook zeggen van ik zet de random seed op 1. En als ik dan die sample doe, dan krijg ik een G, J en U. En ik zet die seed weer terug naar 1 en ik haal nog een keer de letters op. En ik krijg inderdaad weer dezelfde random sample terug. Dat is af en toe heel handig om dingen herhaalbaar te maken. Om te kijken als er dingen misgaan, wat is er dan precies aan de hand. Als laatste in dit stukje wil ik even laten zien waarom R eigenlijk een functionele taal is en hoe dat eruit ziet. Dus wat je bijvoorbeeld kunt doen is je kunt de apply functie gebruiken. Er zijn een aantal smaakjes van, maar deze werkt heel goed op vectors. En dan kan ik bijvoorbeeld die letters dataset nemen en stel ik wil ze allemaal uppercase. Nou, wat ik kan doen is dan een anonieme functie maken bijvoorbeeld. En ik zeg ik krijg een element binnen en ik doe to upper op dat element. En zo. En dan krijg ik inderdaad een vector terug met allemaal uppercase letters erin. Je ziet hier ook nog de lowercase dingetjes staan. Dat is een ander element van vectors in R. Ze kunnen namelijk, vectors kunnen namelijk ook een naam hebben. Dus ze krijgen eigenlijk een soort van key-value paar idee. En wat apply doet, is dat hij de originele waarde zet hij als naam van de vector entry boven de uitkomst. Nou. Aangezien het een functionele taal is, kun je niet alleen functies op deze manier meegeven, maar kun je ook gewoon een referentie naar een functie meegeven. En in dit geval geef ik een referentie mee naar toUpper aan sApply en krijg ik inderdaad dezelfde lijst terug. Maar we hadden al geconstateerd dat R natuurlijk gewend is om überhaupt op vectoren te werken, in plaats van op enkele waarden. Dus al dat soort functies, bijvoorbeeld toUpper, die kunnen ook gewoon zo'n vector met elementen binnenkrijgen. En dan doet hij vervolgens het goede voor je. Nou, je hebt natuurlijk een iets andere semantiek, omdat apply, die zet er nog even de originele waarde boven als vector entry naam in dit geval. Maar het eindresultaat is hetzelfde. Nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is allemaal vrij basic. Hè? Dus een stukje taalelementen en een stukje library functies die je kunt gebruiken om allerlei statistische zaken te doen. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk dingen met data gaan doen. En we willen echt inzicht krijgen. Dus hoe zou zo'n sessie er nou bijvoorbeeld uit kunnen zien? Nou, er zit een andere ingebouwde dataset in. Dat gaat over auto's. En die kun je op deze manier makkelijk eventjes verkennen. Dus je ziet hier zo'n dataframe terugkomen. Hè? Dus een native datatype binnen R met rijen en kolommen. En we hebben een kolom met de naam van de auto, miles per gallon, cilinder, horsepower, nou, allerlei andere elementen. En je kunt natuurlijk heel lang staren naar zo'n tabelletje, maar dan ben je nog niks wijzer. Maar wat natuurlijk leuk zou zijn, is dat we even wat dingetjes kunnen gaan visualiseren van deze dataset. Dus laten we dat gaan doen. En in dit geval ga ik eens even kijken. Kunnen we bijvoorbeeld iets zeggen over de relatie tussen de miles per gallon, of de horsepower en de miles per gallon van deze auto's in de dataset. En je ziet dat ik met die dollar kan ik gewoon naar één kolom uit die dataframe refereren. En dat geeft mij dan alleen de waardes van die kolom terug. Qplot is een functie die komt uit een library die heel vaak gebruikt wordt in combinatie met R. Dat is ggplot2. En die geeft je best wel heel aardige plots out of the box. Dus in dit geval zie ik, in mijn dataset heb ik auto's. Degene die, die weinig pk's hebben, die halen ook een goede mileage, dus die komen ver op een tank. Ja, degene die boven de 300 pk zitten, ja, daar mag je wel af en toe langs de tank gaan. Dat is op zich ook wat je zou verwachten. Maar wat je nou ook kunt gaan doen, is je kunt bijvoorbeeld zeggen van oké, ik wil ook een beetje gaan kwantificeren wat nou bijvoorbeeld de correlatie is tussen die twee waardes in mijn dataset. Correlatie is een berekening die een waarde tussen de min 1 en de 1 teruggeeft. Op het moment dat er min 1 uitkomt, dat betekent dat er een volledige negatieve correlatie is tussen die twee waardes. En als er een plus 1 uitkomt, dan is er een positieve correlatie. Nou, we verwachten hier natuurlijk iets in de negatieve correlatietrend. En inderdaad, we krijgen hier een waarde uit van min 0,77, wat redelijk dicht in de buurt van min 1 ligt. Dus niet perfect. Maar wat we ook kunnen vragen aan R is om nu eens eventjes een soort
model erop los te laten. En wat ik dan kan doen bij dit plot, is zeggen, ik wil een lineair model. Dus hieronder zit lineaire regressie, waarbij je probeert een line of best fit te vinden op de data. Daar kan ik meegeven aan het plot. En als ik dat doe, dan krijg ik een heel mooi lijntje te zien, wat er best wel, ja, dat ziet er aannemelijk uit, hè, dat er zo'n soort relatie is tussen die variabelen. En dit is al iets, op het moment dat ik de coëfficiënten van die lineaire relatie ga opvragen aan R, dit is al iets wat je zou kunnen gebruiken natuurlijk, om te gaan voorspellen, als ik een auto heb met een bepaald aantal pk's, in welke range, want je krijgt hier ook confidence intervals krijg je erbij, in welke range zou dan mijn miles per gallon uitkomen? Aan de andere kant, op het moment dat je zo'n lijn tekent, wil nog niet zeggen dat dit de waarheid is. Hè? Dus we kunnen het nog wat verder gaan verkennen en eens gaan kijken van ja, wat zit er nou nog meer in die dataset? Dus een andere view die ik kan gaan nemen is dat ik een derde dimensie ga toevoegen. Ik zeg bijvoorbeeld, ik wil de punten in mijn plot wil ik gaan kleuren op basis van het aantal cilinders. Want ik denk dat daar ook best wel eens interessante informatie in zou kunnen zitten. Dat vraag ik. Ik krijg een mooi potje erbij met daarin mijn cilinders en de kleur. En nou, je ziet de 8-cilinder zit echt helemaal aan de hoge pk's en de lage miles per gallon. Op zich wat je zou verwachten. Het enige flauw is natuurlijk wel dat het nu een continu schaal is van die cilinders. En we weten eigenlijk van ja, je hebt er 4, 6 of 8. 4,5, dat heb ik nog niet zo vaak gezien. Dus daar moeten we eigenlijk ook nog iets mee. En daar komen die vectors waar ik het over heb gehad om de hoek kijken. Ik kan een conversie toevoegen van die cilinders naar vectors toe. Met de S-vector methode. En op het moment dat ik dat doe, dan ziet mijn plot er ineens een heel stuk leuker uit. En zie je ook eigenlijk een soort van clusters ontstaan. Hè? Dus je ziet hier ook clusteranalyse, dat soort zaken. Uiteindelijk begint het met verkennen. Het begint met het exploratieve. En ja, dat is gewoon heel makkelijk te doen in zo'n interactieve omgeving van R. Nou, uiteindelijk kan ik natuurlijk nog een keer hetzelfde trucje toepassen wat ik net heb gedaan. Ik wil ook nog dat lineaire model bekijken, maar dan uitgesplitst over die verschillende clusters van verschillende cilinders heen. En dan zie je, ik zal hem eventjes iets breder maken, dan zie je dat de coëfficiënten binnen die verschillende clusters ja, heel erg van elkaar afwijken. Dus we hadden eerst zo'n lijn getrokken door de hele dataset heen. Nou, dat kwam op zich misschien wel een redelijk oké resultaat uit. Maar op het moment dat je het aantal cilinders ook mee kunt nemen en al weet en kunt vragen of als input hebt in je applicatie, ja, dan kun je tot veel preciezere resultaten komen. Ja. Ik hoop hiermee een klein beetje een beeld te geven van hoe je bezig kunt gaan in zo'n omgeving. En ja, dat het toch eigenlijk best wel heel anders is dan Java-code in dat opzicht. Het begint hier met de data. Dat is gewoon het grote verschil. Het begint niet met het programma, het begint hier met de data. Dan heb ik nog een tweede demo die ik jullie wil laten zien. En dat is eentje die komt uit een competitiesite. Die heet Kaggle. En die is gericht op ja, mensen die data science willen bedrijven. En wat ze daar doen is ze hosten daar competities van bedrijven, maar ook eigen competities waarin ze een dataset hebben. En ja, een antwoord op een vraag willen hebben. Nou zijn er een aantal ja, beginnersniveau competities en de Titanic competitie is daar eentje van. Die gewoon heel leuk zijn om mee te gaan spelen en zelf een beetje ja, een gevoel te krijgen voor wat is deze wereld nou eigenlijk. Hè? Wat komt er nou allemaal om de hoek kijken. En die Titanic competitie die ziet er als volgt uit. Je krijgt namelijk een dataset met daarin een lijst van passagiers van de Titanic. En je krijgt alle informatie, naam, welke klasse ze reisden, hoe oud ze waren, man, vrouw enzovoort. En er zit ook één kolommetje bij en dat is namelijk hetgene wat je wilt gaan voorspellen. Overleefden ze het of niet? Dat is die survived kolom. En daar staat een nulletje in als ze het niet overleefd hebben en een eentje in als ze het wel overleefd hebben. Nou, wat is nou het geval? Je krijgt van Kaggle twee datasets. De zogenaamde training dataset, waar dus al die informatie in staat, plus of ze het overleefd hebben of niet. En je krijgt een testdataset, waarin alle informatie staat van andere reizigers natuurlijk, maar zonder dat kolommetje van of ze het overleefd hebben of niet. En de vraag aan jou is dan, kun jij op basis van die trainingsdataset een model maken die je kunt gebruiken om voorspellingen te doen over die passagiers die in die testdataset zitten? Nou, dat is best een heel leuk ding. En dit is dus een vorm van machine learning ook. Hè. Je gaat vanuit de data, ga je iets leren over hoe je andere data kunt beoordelen.
En er zijn een aantal algoritmes en aanvliegroutes die je daar kunt proberen. Want ja, data science blijft ook een soort van kunst. Er zijn gewoon heel veel verschillende aanvliegroutes mogelijk. En daar zul je ook een gevoel voor moeten gaan ontwikkelen van wat voor algoritmes zijn in welke context nou goed van toepassing. Één algoritme wat je zou kunnen gaan doen is dat je zegt van ik pak die dataset en ik ga daar een decision tree bovenop leren, bovenop die data. En wat is een decision tree? Nou, dat is eigenlijk een heel simpel concept. Je hebt een aantal nodes in die boom waar je eigenlijk vragen stelt aan, aan de data. En dat kan heel simpel zijn van is de leeftijd hoger of lager dan dit cut-off point? Is het een man of is het een vrouw? En op die manier ga je een boom maken waar je doorheen kunt navigeren en je uiteindelijk kom je uit bij een klassificatie van oké, gegeven al de antwoorden, gegeven het pad wat je door de boom gelopen hebt, is het antwoord je hebt het overleefd of niet. True, false, 0, 1. Nou, er zijn geautomatiseerde algoritmes binnen R die gegeven een dataset zo'n decision tree voor je kunnen bouwen, een optimale decision tree. Maar die decision trees hebben ook een probleempje. Het probleem is namelijk op het moment dat je zo'n boom maakt op die trainingsdataset en je gaat die loslaten op die testdataset, dan blijkt dat er best wel heel veel dingen verkeerd geclassificeerd worden. En dat heeft er alles mee te maken dat je bij dit soort machine learning dingen een probleem van een zogenaamde overfitting hebt. Namelijk, je model is misschien heel goed als je toepast op de data waarmee het model gebouwd is, maar het werkt veel minder goed op het moment dat je toepast op data die het model nog niet gezien heeft. Als dat het geval is, dan heb je last van overfitting. En daar moet je iets tegen doen. Nou, één concept wat je kunt gebruiken op het moment dat je zo'n decision tree jouw verkeerde keuzes geeft op die onbekende data, is een random forest. Want ja, wat is beter dan een boom? Een bos natuurlijk. En wat je in zo'n bos doet, zo'n random forest doet, is eigenlijk zeggen van ik ga niet één grote beslisboom maken op basis van die hele trainingset, maar ik ga het opknippen in allerlei hele kleine stukjes. Die soms af en toe een paar kolommen weglaten, soms maar een aantal rijen pakken. En ik ga een heleboel van die bomen maken, vaak 300 of 500. En die ga ik allemaal hun stem laten geven over die onbekende data die ik nog niet gezien heb. En ik pak de meerderheid, wat de meerderheid zegt, is het antwoord. En het blijkt dat in de praktijk die randomisatie je model veel robuuster maakt voor nieuwe data, voor data die je nog niet gezien hebt. Dus ik schakel wel eventjes terug naar RStudio. En in dit geval gaan we ons eventjes focussen op de source. En deze code heb ik overigens ook op GitHub staan. Dus ik ga er nu eventjes doorheen. In het kader van de tijd ga ik er niet heel lang bij stilstaan. Maar je ziet dat ik hier, ik heb een directory. Dat zet ik in de variabele. Ik heb column types, want ik moet wel een beetje weten wat ik ga inlezen. Ik maak een functie aan, dat is ook weer een assignment van een function literal naar een variabele toe. En die krijgt het pad mee, die krijgt die column types mee. Je ziet hier ook dat ik default values kan meegeven aan parameterwaardes binnen R-functions. En ik ga de read-csv functie gebruiken om die csv-file in te lezen. Ik doe nog wat heen en weer geschuif en vertaling van die data. Dat is verder niet heel interessant. En ik return de data uit deze functie. Nou, vervolgens maak ik twee variabelen aan, namelijk Titanic met die load data functie die ik net heb laten zien. Daar laat ik de trainingset mee en de Titanic test, daar laat ik de testset mee. Nou, dan komen we bij het interessante stuk natuurlijk, dat het maken van van het random forest model. En wat ik daar doe is, voor mijn eigen gemak heb ik daar eventjes de random seed gezet, zodat het wat herhaalbaarder is. Ik ga de Random Forest library laden. Die zit gewoon standaard in CRAN. En het enige is dat het Random Forest algoritme kan niet echt goed overweg met niet beschikbare data. Nou, daar zijn ook trucjes voor en die zijn ook onderdeel van van die Random Forest library. Je kunt namelijk imputation op je data doen. Imputation houdt in, geef me je dataset met daarin die blinde vlekken. En ik ga mijn best doen om op basis van de context die eromheen staat daar een zo zinnig mogelijke waarde in te vullen. Nou, dat is dus wat die R of impute functie doet. En ik krijg daar dus een imputed training set van terug. En vervolgens is het enige wat ik hoef te doen, is die random forest functie aanroepen die in de library zit. Ik geef daar een zogenaamde formula aan mee, waarbij ik zeg van ik wil dat je de survived column gaat voorspellen op basis van
Nou, in dit geval puntje betekent alle andere kolommen die in de dataset zitten. En daar geef ik mijn trainingset aan mee. En daar komt een model uit die ik hier in RF stop. En vervolgens kan ik dat RF-model gebruiken in de predict function van R. En het enige andere argument wat hij meekrijgt is de dataset, die test dataset, waar de kolom die ik wil gaan voorspellen niet in zit. Dus ik heb hier mijn model. Dat is eigenlijk mijn random forest met al die beslisboompjes erin. En ik heb de data waar ik de voorspelling op wil gaan doen. Nou is het niet gegarandeerd dat hij altijd een uitspraak doet op basis van het random forest model. Dus wat ik hier eventjes heb gedaan is, ga die prediction die ik terugkrijg even langslopen van zitten er nog NA's tussen. En dan ga ik er maar even vanuit dat ze het niet overleefd hebben, want ja, ik heb die film ook gezien. Ik weet niet hoe jullie het vonden, maar het zag er niet heel erg hoopgevend uit. Dus die zet ik dan even op 0 en vervolgens ga ik de output wegschrijven in een nieuw data frame waar ik alleen de passenger ID en aangeef of ze overleefd hebben of niet. En dat is vervolgens dan het resultaat wat je gaat uploaden naar Kaggle. En dan gaan zij het scoren tegen de werkelijkheid. Nou, eventjes heel snel, maar het geeft een beetje een beeld van hoe zo'n flow eruit ziet. En als je dat dan doet, jawel, joepie, dan kom je op plaats 1549 in het leaderboard terecht. Ik heb nu het algoritme niet gedraaid, maar als je draait, dan zul je zien dat je een soort dat je een accuracy van 77% haalt. Wat op zich beter is dan random, hè? Maar ja, het is natuurlijk nog lang niet in de buurt van 100%. En zo zijn er nog een aantal andere contests waar je mee bezig kunt gaan. En het is gewoon heel leuk om daarmee te spelen. Als je overigens naar die code nog een keer rustig wil kijken, dan kun je dat op mijn GitHub doen. De link zal ook in een latere slide nog even terugkomen. Ik hoorde mensen al denken, dat is allemaal heel leuk, maar dit heeft totaal niks met mijn wereld te maken. Hè? Dit is zover bij mijn bed vandaan dat ik me afvraag of ik wel zin heb om daarheen te gaan. Nou, uiteraard is er ook een mogelijkheid om een link te leggen tussen de twee werelden. En je kunt er een aantal strategieën aanhangen. En eigenlijk is die laatste de meest rigoureuze. Begin met, kan ik niet gewoon integreren met die R-omgeving vanuit Java? De tweede is van, ja, is er niet een manier om R meer te omarmen op de JVM. En die laatste replace is van ja, oké, ik heb iets ontdekt. Ik heb een algoritme, ik heb een model. Ik ga het gewoon herimplementeren op een andere infrastructuur. Nou, het zijn allemaal valide keuzes en ze hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Die integratiestrategie, je kunt native integreren met R. Je zit wel met die GPL-licentie, hè, dus let daarop. Daar kun je omheen gaan door met RServe een serverproces op te starten van R en daar via TCP gewoon een connectie naartoe te maken, ook vanuit de native interface. Daar kan twee kanten op. Dat klinkt op zich aardig, maar de code die je eruit krijgt, daar word je niet heel erg vrolijk van. Je moet allerlei AST's die je uit R krijgt weer terug gaan ombouwen naar fatsoenlijke Java-classes en dergelijke. Dus het kan wel. Je wordt er niet heel erg vrolijk van en je zit nog steeds met diezelfde limieten. Hè? Het is geïnterpreteerd, je zit nog steeds met die memory bound van het R-proces. Dus dit is geen big data strategie zo gezegd, maar je kunt wel gewoon gebruik maken van de R-code die je geschreven hebt. De assimilatiestrategie is meer van, kunnen we R niet naar de JVM brengen? Nou, dat hebben een aantal andere mensen ook gedacht. En daar is het Rangin-project uitgekomen. Dus overigens, volgens mij in Nederland zitten de meeste ontwikkelaars daarvan. En wat ze hebben gedaan, ze hebben eigenlijk een herimplementatie van de R-taal bovenop de JVM gedaan. Nou, dat klinkt heel cool en dat is het op zich ook. Dus wat je krijgt is dat je nu wel fatsoenlijke snelle code krijgt op het moment dat je R-code schrijft. Want het gaat door de JVM, de JIT heen, noem maar op. Je kunt ook van een stukje threading gebruik maken, wat in R zelf eigenlijk niet echt makkelijk te doen is. En Rangin is gewoon een andere jar-file die je kunt toevoegen aan je applicatie en kunt gebruiken. Het enige is, het is nog niet een complete dekking van alles wat je kunt in R. Dus productie ready, dat misschien wel, maar het is in ieder geval niet volledig dekkend. Nou, de code die je daarbij schrijft gaat gewoon via de Java Scripting API. Daar kun je dan de Rangin engine oppakken en stukjes code evalueren. En de andere kant op kan ook. Je kunt gewoon een integer array die je hebt in Java, kun je gewoon direct in die engine stoppen en daarmee gaan werken binnen de R-code in Rangin. En andersom, vanuit die R-code die je evalueert, kun je ook weer Java-classes en Java-dingen gebruiken. Dus op zich hebben ze daar heel goed over nagedacht. Dat is een heel aardig model. Maar ja, het is nog wel steeds
een beperking dat je natuurlijk werkt binnen een enkele JVM. Het is niet een distributed data strategie die hierachter zit. Want dan kom je eigenlijk een beetje op die vraag van, ja, wat nou als ik echt dit soort dingen met big data wil gaan doen? Hè? En ik bedoel, heel veel mensen denken dat ze big data hebben en het valt allemaal wel mee. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon echt momenten waar je dingen hebt die gewoon niet in het geheugen passen en die gewoon niet die gewoon moeten schalen voorbij een machine. Ja, daar kom je veel meer in de ja, gedistribueerde systemen terecht. Waarvan Hadoop natuurlijk een van de oudere en bekendste is. Waarbij je ziet dat Apache Spark ook enorm aan het opkomen is. Maar dat zijn alleen maar de infrastructuur dingen. Wat je eigenlijk wilt is natuurlijk dat je die modellen die je binnen R hebt gebruikt ook kunt toepassen op die hele grote datasets, op die infrastructuren. En daar zul je libraries moeten gaan gebruiken die weer gebouwd zijn bovenop Hadoop en op Spark. Dus Mahout is een Apache library die een aantal machine learning algoritmes gebruikt die momenteel nog bovenop Hadoop draaien, maar in de 1.0 versie, voor zover ik weet, bovenop Spark gaan draaien. En MLlib is een andere library die ook heel veel machine learning algoritmes bevat, die bovenop Spark draaien. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de commerciële varianten. Revolution Analytics is een start-up die een schaalbare R-implementatie heeft gemaakt. Volgens mij maakt hij onder water ook op een of andere manier gebruik van Hadoop. Maar daar kun je dus gewoon echt R-code op draaien. In die vorige situaties, ja, dan zul je je model moeten omschrijven naar Java-code of Scala-code. In het geval van Spark kun je daar kiezen. Bij een Revolution Analytics distributie kun je gewoon je R-code draaien in een clusteromgeving. En zelfs Oracle die heeft het licht gezien en hebben in hun database ook de mogelijkheid toegevoegd om R-code te draaien, ook in de clustered omgeving, voor zover ik weet. Verder zelf geen ervaring mee, maar het bestaat wel. Nou, dat brengt ons bij het einde. Als ik het moet samenvatten, zou ik zeggen van R is echt een geweldige omgeving om even snel te spelen met datasets, om te verkennen, om met cutting-edge algoritmes te kijken of je inzicht kunt krijgen in je data, of je kunt, een gevoel kunt krijgen voor wat voor soort modellen daar nou goed bij passen. Want het is interactief, je hebt die visualisaties, je hebt gewoon een hele snelle manier om dingen te doen. Je hebt een enorme hoeveelheid aan modellen die je uit die R-libraries kunt gebruiken om op je data los te laten. Maar ja, op het moment dat je dat in een productiewaardig scenario wilt gaan doen, ja, dan loop je gewoon tegen enorm veel limieten aan. Rangin rekt dat iets meer op. Hè? Je kunt je R-code dan op een JVM-omgeving draaien. Dat is iets sneller, dat is iets beter. Maar nog steeds is dat niet een gedistribueerde aanpak die je echt op enorme datasets wil loslaten. Dus als je dat wil, ja, dan zul je toch eerder in de Spark, Hadoop, Mahout, MLlib-achtige omgevingen terechtkomen. Maar besef je dan wel dat je wat beperkter bent in het soort van algoritmes wat er beschikbaar is. Het is gewoon een stuk minder breed dan wat je in die R-omgeving ter beschikking hebt. Nou, als je het nou interessant vindt, wat zou je dan kunnen doen? Nou, uiteraard kun je het gewoon installeren, downloaden en lekker bezig gaan met R. Zou ik zeker aanraden als je dit leuk vond om te zien. Daarnaast zijn er een aantal boeken die ik wil aanbevelen. Namelijk Machine Learning for Hackers van O'Reilly. Dat is een heel aardig boek waar gewoon heel veel praktische scenario's worden doorgenomen. En ook met R-code erbij wordt laten ze zien hoe dat geïmplementeerd wordt. En een andere is Data Science. Dat is een gratis e-book van, Jeffrey Stanton. Van Syracuse University. En dat is iets theoretischer, maar het geeft een nog iets diepere blik op van wat is data science nou eigenlijk en wat zijn nou al die verschillende stappen om tot goede analyses en goede modellen te komen. Daarnaast heb je ook op Coursera een cursus Exploratory Data Analysis die ook aan de hand van R gegeven wordt. En die start binnenkort al op 4 mei. Dat is gewoon gratis. Dan kun je gewoon lekker video's kijken en oefeningen doen. En dat is een hele leuke manier om kennis te maken met dit soort dingen. En als laatste nog de link naar mijn GitHub, waar je ook die R-code kunt terugkijken, mocht je dat willen. En daarbij wil ik het in de verkorte variant hierbij houden voor jullie. En dank voor jullie aandacht.